Yes, in december overleed hun moeder. De beide zusjes Valk bleven achter in het huis waar ze altijd met haar hadden gewoond. Volgens de geldende regels kon dat 2 maanden, maar daarna niet meer. De meiden moesten het huis uit. Laten we heel even kijken naar hoe dit nieuws destijds viel bij Fabienne en Valerie. We hebben een videootje. Ik hoor geen geluid. Dat kan zeggen dat... ik weet niet of dat online ook zo is. Er komt er bij mij nog geen geluid binnen. Nou, anders dan... Ik loop even naar regie. Ja, dat is goed. Dan pakken we hem hier gewoon even op. Ik zie en hoor nog steeds niks. Maakt niet uit. Vorige maand werd het hele verhaal werd landelijk nieuws. Onder andere omdat de publieke verontwaardiging zo groot was... dat de muren van woningcorporatie Ons Huis waren beklad. En dat er zelfs auto's van die corporatie in de fik zijn gestoken. De meiden in Ons Huis hebben in de afgelopen weken om tafel gezeten... en er is een oplossing. De meiden mogen blijven wonen. We hebben Fabienne en Valerie. En als het goed is zometeen ook directeur van de woningcorporatie Ons Huis... Jolanda Winkelhorst aan de lijn. Maar eerst maar eens eventjes naar Fabienne en naar Valerie. Welkom. Hallo, hi. Ik ben Valerie. Hi. Hi. Is Fabienne ook in de buurt of ben jij alleen? Ik ben alleen. Oh, oké, okay. Nou, dan weten we dat eventjes. Praten we gewoon met jou. Hey, gefeliciteerd. Ja. Dat moet een ontzettende opluchting zijn. Ja, zeker. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Maar jullie hebben volgens mij, ik had je net vanmiddag al even alleen, maar een ontzettende heftige periode achter de rug. Heel veel media-aandacht. Ja. En dan natuurlijk nog die zorgen of je wel of niet mag blijven wonen. Dat soort vragen. Hoe gaat het met jullie? Ja, het gaat gelukkig nu goed. Het is een last van onze schouder, om het even zo te zeggen. Ja, dat snap ik. Dus het gaat goed, gelukkig. Fijn. Hey, en wat, maar het is misschien een beetje zo'n flauwe, halve geiten wollen sokkenvraag. Maar ik ben toch wel benieuwd. Want wat, weet je, als je dan door zo'n storm heen gaat van onzekerheid, media-aandacht, wat doet dat dus hemelsnaam met je? Ja, heel erg veel natuurlijk. Van allerlei emoties. En we hadden nooit verwacht dat het zo in de media zou komen. En uiteindelijk heeft het toch iets gedaan. Dus we zijn eigenlijk wel blij dat het allemaal zo is verlopen. Je bedoelt te zeggen, het heeft iets gedaan. Het heeft toch geleid tot een gesprek met de woningcorporatie... en nadenken over een oplossing. Dat is wat je bedoelt, denk ik? Ja, ja. Ja, die oplossing is er. Hey, dat vroeg me ook nog af. Want hoe lang hebben jullie met je moeder in het huis gewoond? Zeker... ook heel even nadenken. Maar ongeveer, hè? Kom niet op een week meer. Zeker 11 jaar. Ja, dus dat is gewoon een belangrijk deel van jouw leven in ieder geval. Want heel even, Valerie, want jij bent de jongste of ben jij de oudste? Ik ben de jongste. Ja, en jij bent nu? Ik heb het ergens gezien. Ik ben 18. Ja, precies. Nou, dat is echt een heel belangrijk deel van je leven. Hoe belangrijk is dat huis voor jullie? Ja, heel erg belangrijk. Kijk, we zijn hier natuurlijk al opgegroeid sinds onze kinderjaren. En eigenlijk hebben wij hier alles meegemaakt. Het is gewoon, we komen thuis en altijd gezellig. En het brengt natuurlijk veel herinneringen naar boven. Ja. Ook met onze moeder natuurlijk. Ja, natuurlijk. En veel liefde in het huis. En een warm thuisgevoel. Ja, precies. Ja, ja, achter elke, achter alles wat aan de muur hangt, kleeft een herinnering, zal ik maar even zeggen. Ja. Hey, was het een ingewikkeld gesprek met Ons Huis? Want er is een hele hoop gebeurd, gedoe. Daar hebben we het zo meteen nog wel even over met Jolanda Winkelhorst. Maar vruchtbaar gesprek, want er is een oplossing. Maar hoe ingewikkeld was het? Ja, klopt. Het eerste gesprek vonden wij natuurlijk heel erg spannend. Van een paar weken geleden. En uiteindelijk zijn we dus wel met een oplossing gekomen. En vandaag hebben we dus weer een gesprek gehad om 11 uur bij de woningbouw. Ja. En daar gingen we eigenlijk met heel veel vertrouwen naartoe. En we zijn eigenlijk gewoon met een hele goede oplossing samengekomen. Ja. En eigenlijk was het gewoon een heel goed gesprek. Fijn. Ja, we zijn allemaal heel erg blij dat het allemaal zo... dat we gewoon een goede oplossing hebben kunnen vinden. Dat snap ik. En mooi. Dan gaan we even naar Jolanda Winkelhorst. Dat is goed, dus hoor jij mij ook en hoor ik jou? Ja. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Hey, blije, opgeluchte verhalen. Maar ik heel even naar jullie eigen situatie. Want ik probeer me het voor te stellen. Een kleine woningcorporatie, ontzettend veel tumult. Ook in de landelijke media. Bekladding van muren, auto's in de fik gestoken. Dan komt er wel even wat over je heen. Ja, dat klopt inderdaad. Voor ons was het ook wel een
heftige periode. Mm-hmm. Maar inmiddels hebben we ons herpakt en zijn we gewoon weer aan de slag voor onze inwoners in Enschede. Ja, nee, ik vermoed al dat je zoiets zou antwoorden. Maar tegelijkertijd, dit is niet iets waar je als woningcorporatiedirecteur voor doorgeleerd hebt. Dit soort situaties. Nee, gelukkig niet. Nee, dat is waar. Nee. Het zijn uitzonderingen. Hey, ja, en wat maakte, want dan ben ik wel benieuwd, wat maakte het nou zo moeilijk om een oplossing te verzinnen? Ik bedoel, wij zijn maar gewoon nieuwsconsumenten en leken. Wij kennen het hele wereldje niet. Wat maakte het nou zo ingewikkeld? Ja, in principe zijn huurcontracten niet overerfbaar. Ja. Dus in de wet en regelgeving is vastgelegd dat je binnen 2 maanden na het overlijden moet die woning eigenlijk worden opgezegd. Ja. Wij zagen ook wel dat die 2 maanden dat niet realistisch was. En wij hebben in eerste instantie een oplossing gezocht in een andere woning. Dus we hebben gekeken van, hoe kun je de termijn verlengen? Wat zou dat voor andere oplossing zijn? Mm-hmm. En we waren erg bezorgd over de betaalbaarheid van die woning. Ja. En van daaruit hebben we naar een oplossing gezocht. Maar dat was dus blijkbaar niet de goede oplossing. Nee. En ik ben wel blij dat we nu met Valérie en Fabienne zijn uitgekomen op deze oplossing. En dat het toch haalbaar is. Ja, daar ben ik gewoon heel blij om. Ja, dat snap ik. Maar ik hoor jou even terug naar die wet en regelgeving. Daar zit een soort van bescherming in. Hè? Van huur is niet overerfbaar. En dat heeft ook onder andere te maken met het feit dat je niet altijd weet of dan eventuele erven zo'n huur nog kunnen opbrengen bijvoorbeeld. Ja, daar heeft het mee te maken van, is de woning nog betaalbaar? Het heeft te maken met hoe de regels in de huurtoeslag zijn geformuleerd. Dat als je heel jong bent, dat je normaal gesproken geen recht hebt op huurtoeslag bij deze huurprijs. Ja. Hey, en welke oplossing is er nu bedacht? Ja, we hebben ook hulp gekregen van het Stella-team van de Belastingdienst. Dat is een speciaal team dat is opgericht voor schrijnende situaties. Aha, okay. En zij hebben hier de rijke hand aangeboden. Ja. Dus dat is heel mooi. En dat betekent dat zij dan ruimte in de wet hebben gevonden? Of dat ze een uitzondering hebben gemaakt? Of, Ja, ze hebben hier de uitzondering die inderdaad specifiek is op de situatie van Valérie en Fabienne. Dat als de ouder overlijdt en je bent onder de 23... dat dan in specifieke gevallen toch nog huurtoeslag mogelijk is. Ja, precies. Want daar draaide het om, hè, om die huurtoeslag. Ja. En dat hing weer samen met de betaalbaarheid van de woning eventueel. Ja. Hey, en vroeg me ook af, want ik kan me voor dit gebeurt. Dit heeft natuurlijk nu landelijke nieuws gehaald, een hele hoop ophef. Maar dit gebeurt natuurlijk vaker. Ja, als je over heel Nederland kijkt, dan gebeurt het ongeveer 80 keer per jaar. Mm-hmm. Dus het gebeurt wel vaker, maar het is ook niet heel dat het heel vaak gebeurt. Nee. En eigenlijk wordt er altijd naar maatwerk gezocht. En dat is toch afhankelijk van hoe de situatie is en wat er mogelijk is. Ja. Ja. Hey, en die maatwerk, om daarnaar te zoeken, dan toch even. Hebben jullie daar meteen aan gezocht? Of is dat eigenlijk pas gekomen op het moment dat er een hoop ophef ontstond? Ja, we hebben eigenlijk vanaf het begin af aan naar maatwerk gezocht. Mm-hmm. Want die 2 maanden was voor ons ook geen acceptabele termijn. Nee, precies. Want uiteindelijk in december is moeder overleden. Hè, en in augustus viel de beslissing dat de meisjes het huis zouden moeten verlaten. Ja, we hebben vooral gezegd van, we hebben die termijn verlengd. We hebben de termijn nog een keer verlengd. We hebben alternatieve woonruimte aangeboden. Ja. En wat we nu hebben gedaan is opnieuw gekeken naar die betaalbaarheid. Ja. En dat is wel mooi dat daar nu een oplossing voor is. Ja, en die hadden we gewoon in augustus nog niet in zicht. Nee. Hey, maar het betekent niet dat per se in alle voorkomende gevallen in de toekomst dit of hier in Enschede lokaal of landelijk, dat dit de standaard gaat worden? Of is er toch wel iets opgeschoven in de manier waarop we met dit soort situaties omgaan, denk je? Ja, landelijk is hier ook heel veel aandacht voor. En er is ook vanuit de landelijke politiek nu een richtlijn in de maak, waar inderdaad gezocht wordt naar een betere oplossing. Okay. En dat die termijn ook wordt verlengd. Ja, want ik hoor jou een beetje zeggen dat wet en regelgeving ook wat in de weg staat soms om een beetje een menswaardige oplossing te verzinnen voor zoiets. Ja, wij waren ook heel erg bezorgd van, als je dit wel doet en je kunt het niet betalen, dan je staat na een half jaar op straat omdat de huur achterstand is, daar is ook niemand meer geholpen. Nee, dat klopt. Helder. Hey, dan nog heel eventjes naar Valérie hebben we aan de lijn. Hebben jullie er rekening mee gehouden dat het mogelijk niet zou lukken? Dat er geen oplossing zou komen? Daar hebben we wel rekening mee gehouden. Had je dan iets achter de hand? Was er een plan B? Of hing het hier wel heel erg vanaf ook? Het hing hier wel heel erg vanaf. Ja, natuurlijk hebben wij wel nagedacht over een plan B, zeg maar. Ja. Maar het was wel moeilijk. Ja. Dus Hey, en weet je, dit huis hangt natuurlijk gewoon nauw samen met jullie overleden moeder. Ja. Daar hadden we het net al even over. Maar ik heb geen idee, maar daarom vraag ik het maar even. Maar raakt dit dan ook een beetje aan de manier waarop je dat overlijden van je moeder verwerkt? Ja,
Ja, zeker. Heb je daar nu extra tijd voor je gevoel voor nodig? Of extra rust? Of? Ja, zeker extra rust. Dat zeker. En minder stress. Ja. Dus wat jou betreft, de oplossing is nu gevonden. Jullie mogen blijven wonen en nu even weer landen en weer even bij jezelf komen. Ja, inderdaad. Ja. Nou, Fabienne hebben we niet aan de lijn, maar Valerie Valk en ook Jolande Winkelhorst. Ja, super. Heel fijn dat dit gelukt is. En dank jullie wel dat je even wilde komen toelichten. Ja, zeker. Ja. Graag gedaan. Graag gedaan.